De Hollandse IJssel is in het verleden een fantastische mooie rivier geweest, ook wat betreft haar natuur. Waar we nu bijvoorbeeld staan, hè, dit gedeelte hier, dit was vroeger de vaargeul van de Hollandse IJssel. En het gebied hierachter, waar nu dus de vaargeul is, dat waren vroeger allemaal stukken moeras en stukken zelling. Het was van ons speelgebied. Ik heb er zeker tot mijn 17e heb ik daar van die rivier kunnen gebruikmaken. We zongen er bijvoorbeeld ook in. En dat mensen zo omgingen met een getijdenrivier, die dus gewoon achter hun dorpen langs liep. Ik dacht van, daar moet je zo blij mee zijn, weet je. Want dat is zo verschrikkelijk mooi. Wees er trots op, wees er blij mee. En dat was helemaal niet aan de orde. Er waren maar een paar mensen die op die manier met die rivier omgingen. En de rest die had het zoiets van, nou, het is gewoon een vuilnisbak. Zo de mythe, het heel trots er maar in. En dat gebeurde daar natuurlijk ook. Daar lag puin, daar lag ijzerafval, daar lagen kabels. En niet alleen op zo'n locatie, maar langs heel de rivier kon je gewoon zien dat het een rivier was waar inderdaad iedereen met zijn rug naartoe stond. En dat heb ik nooit kunnen begrijpen. Het feit dat Rijkswaterstaat in ieder geval wel datgene wat hier aan slip in de haven lag, want dat er slip lag, dat is wel duidelijk. Over de vervuiling hebben we het even niet dan, maar dat er slip lag, dat was wel duidelijk. Dat zij dus toch wel een investering hebben gepleegd om dat slip uit de haven weg te baggeren. Wij bijvoorbeeld moesten gaan voldoen aan dat soort eisen ook, en dat vind ik op zich uitstekend. Dus dan hebben we allemaal een pomp moeten kopen. En die pomp die voert dus al je vuile water af en dat gaat dan via de dijk. Daar loopt een hoge drukleiding. En dat is een van de aspecten die ook te maken heeft met wat er dus gebeurd is met de Hollandse IJssel. Maar mensen zwemmen hier weer, ze komen met een bootje langs. Je hebt daar een paal staan in de zomer, dan pakt iedereen zijn roeibootje. Er wordt voedsel wordt er ingeslagen, drank wordt ingeslagen. Iedereen sjouwt naar die paal toe en die gaan er allemaal liggen. En dan liggen mensen daar een hele zaterdagmiddag of een zondagmiddag met elkaar te ouwehoeren en een beetje een biertje te drinken en te kletsen. En mooi, mooie plek. Ik vind wel dat Rijkswaterstaat, die heeft er een oeverplan gemaakt. In eerste instantie zag het er schitterend uit. Met van alles en nog wat erin, hè. Dus dat je steigers kreeg waar mensen konden gaan vissen en dergelijke. Mooie locaties ingevuld, ook met bomen en dergelijke erin. Dat is helemaal uitgekleed. De sjeu, de leuke dingen die erin zaten, die net iets meer boden, die zijn er toch een beetje te veel uitgehaald. Nou, je ziet het, hè. Ze hebben daar natuurlijk een doorsteek gemaakt, zodat je hier nou, het water kan naar binnen toe. Daarnaast hebben ze ook verschillende dieptes hebben ze aangelegd. En het aardige is, ze hebben aan die kant een oeverzwaluwenwand aangebracht. En wat ik zo verschrikkelijk mooi vond toen, dat was van die wand en het project was misschien net een maand klaar of zo. En die hele wand, die werd ineens alsof ze dus een seintje hadden gekregen ergens vandaan. Nou, je vraagt altijd over hoe doen die beestjes dat, maar massaal. Massaal kwamen ze dus heel die wand daar bewonen. Ik weet niet of je het kan zien, maar er zit dus ongeveer een centimeter of 70 van de bovenrand vandaan. Zit dus allemaal van die holen. En het zat helemaal vol, joh. Het was echt zo fantastisch om mee te maken. Dat je dus, het is bijna een soort idee van, zo gauw als je dus de natuur een soort gelegenheid geeft en wat ruimte biedt, dan wordt het ook weer ingepikt. En dan wordt het ook weer op een positieve manier wordt het ook weer ingevuld.